Yo mensen van de games, leuk jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Ik ben Hik en vandaag is het alweer vlog 3 van de Turkije zomervlog 2018. Vandaag gaan we eerst lekker eten, daarna gaan we wel onder water. Ja, gisteren heb ik beloofd, gisteren was ik niet aan toegekomen, dus van de ene dag, iedere dag dat je gaat zwemmen heb je allemaal plek bij jou, dus blablabla. Dus ja, je snapt het ook wel. Nou, oh, maar weten. Zo, een heerlijk stoofbroodje met pasta. En weet je wat er een beetje gebeurt? 1, 2, 3. En toen was hij leeg. Hey, toppie. Ja, eten. Een hamburger met frutsels en drinken. Perfect middageten. Leuk, je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Ik ben Hik en vandaag zijn we weer in Turkije. Zoals jullie weten, ik ben hier 12 dagen, maar jullie merken daar niet echt veel van, want er zijn ook gewoon dagen dat je lekker gaat genieten van het hotel, lekker van het zwembad, omdat je niet telkens op de camera hoeft te letten, dus dat jullie dat ook begrijpen. Dus er zijn minder vlogs dan dagen dat ik hier ben, maar ja, wat boeit dat jullie hebben gewoon vermaakt. Dus we gaan eerst even lekker eten en dan gaan we weer lekker zwemmen. Zo, wat ga ik eens nemen? Ik kan kiezen uit dit of uit dit. Ik kies lekker voor dit. Na even wat zwemmen is het altijd zo lekker om een hamburger te eten. Jongen, ongelooflijk, je maakt hem zo weg.
natuurlijk ook hebben gezien. En dan heb je lekker ook gegeten. We hebben lekker gegeten. Ha, stomme mima. Nou, nu gaan we dit pad aflopen. Nou, de winkeltjes zijn dan chips, snoep, koekjes, eten, strand, zonsondergang, eten, ja. Zo zit maar letterlijk mijn avond in elkaar, dus op naar de winkels. Hey. Dat is het wel heel grappig aan Turkije. Ze van supermarkt, apotheek, supermarkt. Nou, dan moet je heel stukjes wel lopen. Dan zie ik het al in de raamspiegeling. Supermarkt. En dan loop je nog weer iets verder. Dan loop je nog iets verder. Apotheek. Supermarkt, apotheek, supermarkt, supermarkt, apotheek. Schoon, waai. Zo van, je hebt een supermarkt. Een paar winkels verderop, letten twee winkels verderop. Er staat nog een supermarkt. Je hebt lekker goed. Dat werkt heel erg met de deals. Want heel veel mensen gaan daar naartoe en heel veel mensen gaan daar naartoe. Ja, dat kan niet slim. Maar goed, het is Turkije. Het is hun leefstrategie. En ik weet in elk geval dat we nu overgaan. Ik heb maar aan. En na een kleine, maar stelle ding heb je. Din, dat. Ik laat de merken lekker niet zien, want anders krijg je niet gezeur met sponsor. Blablabla. Geen zin in gezeur. Leuke vakantie. Geen gezeur. Kijk, die mensen, Turkse mensen die hier heel lopen naar de winkels, die kijken hier echt heel raar aan af en toe. Heus niet dat een kerel zoals ik met de camera zit te lopen, daarom kijken ze ook heel raar aan. Nou ja, kort en krachtig tripje, eten, perfect. Wat ik hou van eten. Nou jongens, jongens en meiden, in plaats van dat je gewoon lekker op het skivakantje gaat, ga je toch dit doen, een uur lang. Nou, het werkt prima hoor, alleen je benen beginnen te vinden. Maar als je stilstaat, zonder dat je door hebt, je beweegt gewoon hartstikke hard mee. Zonder dat je zeg maar door hebt, je beweegt deze helemaal niet hard, maar dan ga je heel hard en dan is het lastig te stoppen. Kusjes. En dan is het kappen. Ja, kappenverstijn. Sta je trouwens op het strand, voor dat geval dat je niet weet. Ik moet hier nodig afremmen, anders ga ik hier zo nog een dribbel op. Zelf wil maken, dat is niet helemaal de bedoeling. Zo, ik neem het weer over alsjeblieft, dankjewel. Hey, wat zien we daar? Wat zien wij daar? Dat is een kap. Hey. 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 We volgen het leven van de kat. Freekvonk. Een kat. Van 5 meter afstand. Dodelijk. Gif. Vuur. Oké, laat maar. Freekvonk na te doen is niet mijn sterkste kant. En dan gaat hij omtrekken. Ja, je bent gegroeid. Ja, en nu? Wat doen we nu? Het andere hek. Operatie Freekvonk. Hey. Oh, oké. Okay. Poesiebang. Operatie Poesiebang. Hey. Een camera boven je. Hoe vind je dat? Hey, oude. Hey. Kom er even onderlangs gesprint, die gek. Ja, die gek. Kijk, die gek. Welke gek? Die gek. Maar hij is een gek. Ja. Hij schrok van mijn hoest. Nou. Mensen is die blijkbaar niet echt gewend. Nee. Mensen is die niet gewend. Want hij rent elke keer. En voor je het weet krapt hier wel een keer. Ik ga dit ding eens uitproberen, denk ik. Wat is dit nou? Ja, er zit daar is het strand in. En heb je zo'n kinderspeelparadijs ding. Ik moet hier nog opkomen met één hand. Of dat zo makkelijk gaat. Nou. Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat je dit ding vasthoudt. Maar ja, dat kan ik moeilijk, want ik heb maar één hand op beschikking. Dan moet ik deze doen. Oké. Mijn voeten zijn wel iets te kort. Dat kan ik je garanderen. Hoi, zijn jullie er ook nog? Voor degene die nu nog aan het kijken is, vergeet niet te abonneren en te liken. Nou jongens, de kat even mooi. Hier ben ik kat, daar ben ik kat.
Daar hebben we er een, daar hebben we een. En ze lagen het allemaal hier netjes bij elkaar. Ja, piepen. Mager. Ze zijn, deze is heel mager. Eerlijk, je voelt het bot, joh. Rijp, luid. Ja, dat is veel schattiger dan die armoedige katten. En jij, luid. Je bent lui. Weet je dat? Je bent lui. Ja, je bent lui. Ik ga weg. Je bent lui. Nee, nog één. Nog één? Nog een kat. De hoeveelste? Weet ik veel. Hi. Oké, iemand moet het ding nodig gaan voeden. Magerijn. Want de magerijn is niet zo mager. Ja, dan zijn ze meer lui van de vacht dan lui van zichzelf. Vind je wel fijn, hè? Ja, nou, hoe maak je vrienden in onbekende landen? Huh? Gaat die er maar liggen? Oké. Hoi. Oh jee, mag je. Zie katten genieten. De kattenmassage van het leven. Ja, dit is een poot. Weet je dat? Als die nagels gaat uitspreiden, dan word ik niet zo blij van. Vooral niet als het om katten gaat. Katten en lange nagels en pijn niet al te fijn. Dat ruimt ook nog eens. Zo goed inruimen. En dan gaat die weg. Naar zijn andere kattenmaten, denk ik. Hopelijk dat hij heeft. Of alleen maar ruzie heeft. Lijkt me niet de beste vorming. Of we gaan naar dezelfde kleuren. Ja. En van schattige poesjes ga je natuurlijk weer over op nou, lopen naar het hotel. Dat is ons hotel, dus je moet alleen zo lopen naar de ingang. Wat een mooie. Ja, dat is. Wat een mooie zonsondergang gewild. Maar ja, dat zit niet in met al die wolken, denk ik. Zo bewolkt. Maar die katten, ja, als ik de kans had, had ik letterlijk de schattigste. Ik weet wel de schattigste. Die gingen zelfs voor me liggen en de anderen gingen zelfs weglopen. En die kat bleef gewoon rustig zitten. En laat zich over aan mijn lot. En zou ik hier gewoon meenemen. Bench halen. En ja, eten. Vliegtuig, Nederland. Verzorgen, houden. Eigen kat. Zonder dat je er ooit aan de gekocht hebt. Perfect. Maar ja, je wilt die katten gewoon een beter leven bieden. Want als ze niet krijgen, gewoon een voedselbakje. Zit echt niets meer in. En een jochie voor me zit zo naar me kijken van. Hallo? Welk leven ben ik beland? Nou, je bent in het Turkije beland, zou ik zeggen. Maar wij gaan dus terughalen en lekker eten en drinken. Perfect, wat wil ik? Dan zit je daar weer lekker in de avond, lekker dit, een glas van Pepsi, hartstikke boeien en lekker cookies. Wat een merk heel bijzonder is. Ja. Want iedereen mag zijn merk niet meer doen in zijn video's. Dan krijg je gezeur dus. Jammer dat ik niet zo'n hard ben, dan heb ik van die nepboek liggen en dan kan je ze mooi mee afplakken. En dan kan je ook gelijk tegen een plafond aanhooien. Dat zou wel leuk zijn. Komen ze hier de volgende dag binnen. Niet toch net poepen aan het raam. Laat het allemaal plafond. Zou wel leuk zijn voor de verandering. Telefoon erbij, koekjes erbij, drinken erbij. Wat willen mensen dan meer? Nou, gebakken peren. Maar dat hebben ze niet. Dus. Nu wachten tot we klaar zijn met drinken. Want dan kan ik weer een lekkere meme toepassen. En het was ook het einde van de vlog. Hoop ik heb jullie genoten. Dus best vast een blauwe duimpje omhoog. En wat ik net al zei. Niet geabonneerd want ik heb gezien en gelezen van een prachtige app. Die maar altijd elke hoogte in de gaten houdt. Dat meer dan 90% van de kijkers die het is geabonneerd. Een hoog aantal voor de mensen die het is 50% voor mij is 90%. Dus ja, abonneer even. En ik moet beter zo staan voor het licht, denk ik.
Dus zo, ik heb een grote verlies met je like mocht je niet verraden. Abonneer zeker even. Volg me op Instagram. Link hierbij. Volg me op Twitter. Link hier beneden. En zie jullie bij de volgende video. Dikke vet Charlie Mal.